15 meter komt er een T-splitsing. Even lopen doen. Grappig, want het is het midden toch op de dag, maar het is niet warm vandaag. Als je uit de kou van de kamer komt wel, dan vind ik dit warm en benauwd. Als ik eenmaal onderweg ben. Ook kunnen parkeren. But anyway. Waar moet je dan? Vanaf de parkeerplaats, dat is dus hier. Volgt u de weg voorbij de slagboom, u loopt park Arikok in. En dan komt pas die na 750 meter. Thank you.
parkeerplaats, er is niet zoveel van over, maar... Nou ja, wat is een T-kruising? Er is daar natuurlijk een pad, hè? Ja. Waar is die, wat heet het waar we heen moeten? Moeten we voorbij lopen. Kijk, en we afhankelijk van wat we willen, dan kunnen we gewoon die Shiro Yamanota op en af. En dan hebben we dat gedaan. Je bedoelt alleen dat dan? Nou, kijk. Ja, we hebben niet veel tijd, hè? Dus als we dat doen dan, en ze rekenen, weet ik wel hoeveel tijd, dan wordt het al gauw donker. Ja, hoe lang zou je daarover doen? Want dit is het, hè, wat je hier ziet. Ja, ik weet het, zou kunnen. Op moeten. Ja. Gaat ook de helling op. We hebben 1 kilometer gelopen.
zijn dit niet meer gewend. Ik zei, we zijn dit niet meer gewend. Ik hijg als een paard, joh. Fuck it. Open. Ja, weet je, maar als je net gegeten hebt, heeft je lichaam energie nodig om je eten te verteren. Nee, maar ik heb ook het gevoel dat is ook mijn longinhoud. Nou, ik denk de rest. Welke CO2 dit is. Daar staat er niet bij. Maar dit zou CO2 wel eens kunnen zijn. Kijk, je hebt daar. Bij op. We gaan niet helemaal naar de top, er loopt geen pad helemaal naar de top. We komen boven bij een bankje uit. Nee, ik ga er niet voorbij. Loop jij maar voor. Tenzij je niet voor op de video wil. Ja. Thank you.
goede oefening voor het hart. Ik deed geloof ik in MapsMe ook die trekslade, toch? Volgens mij wel, ja. Je kun je al heel wat zien hier. Groot, hè? Cactussen. Dat moet je natuurlijk niet doen zo voor de camera. Huh? Je buik. Wat zeg je? Ik zeg, je moet natuurlijk niet zo met je buik voor de camera gaan staan. Zo, zijn we boven. Zo goed als.
nat nevelig. Niet om te lachen hoor. Nee, ik zie het, een bevalling. Ik heb het zo warm. Thank you.
Want vandaag hadden we geen zware ontbijt. Nee, maar de afgelopen twee dagen wel. En we hebben s'avonds ook gewoon weer stevig gegeten. Ja. Kijk, want die brunch, dat is gewoon twee maaltijden. Ja, maar die lunch van vandaag was voor mij eigenlijk ook... Ik eet niet zoveel met de brunch. Ja, ja. Had ik ook een frietje van de laatste. Kijk, en eigenlijk, hoe heet dat... is die salade die ik eet is wel veel, maar het is eigenlijk naar verhouding. Dan heb ik de indruk licht verteerbaar. Oh ja, ik had heel veel kip en dat ding voor mij. Van hun is het makkelijker toegankelijk en meer te doen dan bij ons. Ja, nu zeker. Want, nu, want dit is gewoon vrij verkrijgbaar en die mensen van Unique Curaçao, die zijn niet zo goedgeefs. Nee, dan moet je met een groep gaan hiken. En een hoop van die handel is outdated. Dat al helemaal. Kijk, en ik denk dat hier, gezien de begroeiing, is ook het onderhoud van die trails is veel makkelijker dan bij ons, want het groeit gewoon dicht bij ons. Volgens mij hoef je dat hier bijna niet te onderhouden. Nee. Dat denk ik ook. Ik denk dat er op Curaçao ontzettend veel mogelijkheden zijn. Alleen, ja, CTB die investeert daar niet in. Die investeert alleen maar in massatoerisme. Ja. Zon, zee, strand, shit. Maar ja, kennelijk hier ook niet. Nee, het is hier hetzelfde. Particulier. Ja, precies. Ik denk dat het park hier, net als dat... Christoffelpark, dat wordt natuurlijk door Kamabi zo goed mogelijk beheerd. En ja, dat daar heb je ook de routes, die krijg je daar ook. Ja, en ik denk dat die mensen dat hier ook hebben en ook ja. doen. Ja, ze gaan kijk,
want dat soort paden en trapjes naar boven en weet ik veel wat, dat komt, die vallen niet uit de lucht. Linksaf, een brede zandrug in bij het Port Area Restricting. Wat hebben we daarna eigenlijk? Het pad heuvelopwaarts brengt u bij een wit huisje met mooi uitzicht over Boca Prins en windmolenpark Vader Piet. Oh, dat is wat ik net zei, wat daar ook naar boven gaat. Zeg maar die lange wandeling niet meer een paar keer per week maken. Of zwemmen, die afstanden. Dat vind ik. Zwemmen is natuurlijk het beste, omdat die schoolslag die opent ook je borst. Ik vind dat toch wel merkbaar. Thank you.
en een twinkel in de ogen. Waarschijnlijk en dan door de rooi.
beschrijving van hij maakt een haarspelbocht, dat is hier dan. Valt dat je haarspelbocht wel mee, maar goed. Hier zijn wij ook doorheen gereden, weet je nog? De meest heuvelachtige routes, dus de rest valt allemaal wel mee. Rondje.